terreurorganisatie IS wordt steeds verder teruggedrongen in Irak. Vandaag werden weer tientallen dorpen bij de stad Mosul bevrijd. Maar IS verjagen betekent nog niet dat het dan meteen veilig is. IS heeft overal booby traps achtergelaten. En bewoners moeten die zelf maar opruimen. De kinderen van Ramadi zijn buiten. Het kan weer. Bijna een jaar is de stad nu bevrijd en toch moet deze moeder een oogje in het zeil houden. Het wemelt hier namelijk van de explosieven. Er is hard gevochten om de stad. De schade is enorm. Herbouwen is nog toekomstmuziek, want IS liet overal booby traps achter. Tikkende tijdbommen. Iedere steen kan gevaarlijk zijn. Niemand weet hoeveel explosieven er nog verstopt liggen, hoeveel huizen hier nog gebooby-trapped zijn. En de overheid die heeft de capaciteit niet om dat allemaal op te ruimen. En dus doen gewone burgers het maar zelf. Burgers als Taksir Hassim. Hij is een van de vele vrijwilligers die huizen, scholen en andere gebouwen schoonveegt. Alle explosieven die hij vindt, verstopt hij hier, in de bosjes. Hopelijk uit zicht van de kinderen. Eigenlijk mag alleen het leger de explosieven ruimen. Maar die zijn druk bezig IS te verslaan in andere gebieden. En dus zijn er kleine bedrijfjes die het kunnen doen. Voor een paar honderd euro maken ze je huis of je auto bomvrij. De burgemeester van de stad wil er paal en perk aan stellen. Alleen het Iraakse leger of westerse bedrijven mogen nu nog explosieven ruimen. Taksir blijft gewoon zijn werk doen, want de overheid knijpt een oogje toe. Maar ook voor hemzelf is het een wonder dat hij überhaupt nog leeft. Voor veel inwoners hier is hij de enige hoop. Dus blijft Taksir ontmantelen. Voorzichtig. Zelfs al kan iedere dag zijn laatste zijn. Olaf Koens, RTL Nieuws, Ramadi, Irak.